Water heeft bestaande technologie doorontwikkeld, waarmee alleen met water, zout en elektriciteit een veilig desinfectiemiddel gemaakt kan worden. Daarmee kan de verspreiding van bacteriën en virussen voorkomen worden. De bestaande technologie was te wetenschappelijk en was niet geautomatiseerd. Daardoor werd het niet voldoende geaccepteerd en dat wilde Water veranderen. Deze systemen zijn eruit voortgekomen. Het zijn gewoon robuuste systemen die in elke omgeving of klimaat geïnstalleerd kunnen worden, van ziekenhuis tot agrarische sector. Eigenlijk is het heel simpel. Hier gooi je het zout in, gewoon keukenzout. Vervolgens sluit je het water aan de achterkant aan en ook de elektriciteit sluit je aan. En in dit gedeelte, zeg maar de motor van de machine, vindt het proces plaats. Vanuit dit proces wordt de tank gevuld. Deze tank kun je gebruiken om de vloeistof af te tappen voor het gebruik, voor desinfectie van oppervlakten, voor groentes en fruit, voor waterdesinfectie of door het te vernevelen in de lucht. Nou, en dat is eigenlijk alles. De technologie is wereldwijd gepatenteerd en het desinfectiemiddel dat eruit komt is niet giftig of schadelijk voor het milieu, zoals bij veel andere desinfectiemiddelen. Er zijn een aantal middelen die gedoogd worden omdat er geen goed alternatief is. En wij hebben met TNO hele lange testtrajecten gedaan, waaruit blijkt dat wij die kunnen vervangen. De fundering van Water is gelegd en de eerste machines zijn geproduceerd en geleverd. Hier worden bijvoorbeeld kratten gedesinfecteerd met de watervloeistof. De machines kunnen hun werk doen op praktisch elke locatie. Elk ziekenhuis, vooral de eerste opkomende landen en de ontwikkelingslanden, waar nu al 65 machines heen gaan. Waarom? Er is geen alternatief in die landen. Dus elk ziekenhuis, elk agrarisch bedrijf, elke koeltoren, hotel, het Legionella verhaal bijvoorbeeld. En dit zorgt gewoon, je merkt het niet, maar je bent wel van je probleem af. Overal hebben mensen te maken met bacteriën, hygiëne en sanitatie. En daar spelen wij op in.